The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Van harte welkom allemaal bij wederom een nieuw Autos Go webinar. 3 minuutjes later van start, excuus daarvoor. Dit Autos Go webinar staat in het teken van onze interacties module. Dat is een hele gave module waar je heel veel dingen mee kan. Zowel binnen auto's om buiten, als buiten auto's, om het zo maar eventjes te zeggen. Mijn collega Janine heeft hier een prachtige PowerPoint voor gemaakt. Maar die was eventjes van het scherm verdwenen, dus die is nu druk aan het zoeken. Hoe gaat het met het vinden van de PowerPoint, Janine? Nou, ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Dus ik denk dat ik gewoon maar mijn scherm ga delen. En we gaan praten. Komt ook helemaal goed. Oké, helemaal goed. Ik ben hem helemaal kwijt. Volgens mij zien jullie mijn scherm nog niet, maar dan ga ik dat nu eerst wijzigen. Yes, hartstikke mooi. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Dat zou ik natuurlijk heel erg grappig vinden als ik hem onderin PowerPoint zag staan, maar dat zie ik niet staan. Nee, ik weet het niet. Ik heb hem net gewijzigd, maar ik kan hem niet meer vinden. Ik krijg weer mijn oude presentatie terug. Oké. Maar goed, we gaan het zo doen. Komt ook helemaal goed. Welkom in ieder geval allemaal. Bedankt dat jullie aanwezig zijn bij deze webinar. Vandaag zal ik in deze module leiden. En Bastiaan zal jullie vragen in de gaten houden. En deze eventueel tussentijds stellen. Of mij bijvullen met extra informatie. Ja, als jullie vragen hebben, dan aan de rechterkant van dat, zeg maar, dat GoToWebinar paneel heb je een sectie chat. En in dat sectie chat kan je berichtjes sturen. Heb je vragen, geef ze eventjes via de chat aan. En dan stoor ik Janine op hopelijk wat tactische momenten om de vragen die jullie hebben aan Janine te stellen. Ja, nou goed. Laten we beginnen. Bastiaan gaf al een korte introductie, maar eigenlijk de interacties module is een hele eenvoudige module om formulieren mee aan te maken. En die zorgt ervoor dat je eigenlijk een interactie met je database ook kan hebben. En daar ga ik jullie vandaag wat voorbeelden in laten zien. Waar moet je aan denken? Denk aan formulieren om een nieuwe kandidaat mee aan te maken of een nieuwe vacature. Maar bijvoorbeeld ook formulieren voor een intakegesprek of misschien een referentiecheck. Dus je kan die formulieren straks op verschillende manieren gaan inzetten. Belangrijkste om te weten is dat jij eigenlijk in controle bent met de informatie die je uitvraagt. Dus jij bepaalt de vragen, je bepaalt de volgorde van de vragen, hoe je ze wil verdelen, zijn er verplichte of niet verplichte vragen. En doordat je dus zo'n formulier samenstelt en die door al jouw consultants ook in gebruik genomen kan worden, zorg je gewoon voor een eenvoudiger en vooral ook... Oh, en toen viel wat de we vandaag audio. Hebben om, Janine, de audio viel bij mij even weg. Ik weet niet of ik de enige was, maar de audio viel de afgelopen 10 seconden bij mij in ieder geval even weg. Oh, mijn laatste zin, ik denk dat dat de belangrijkste zin is, is dat we met interactieformulieren een eenvoudiger, maar vooral ook uniforme werkproces willen realiseren voor jullie als bedrijven. Goed, gaan we beginnen met de module. Ten eerste, ik zit al in mijn Autos Go scherm. Ik ga naar mijn minuutje om de modules erbij te pakken. En dan hebben we als het goed is ook de interacties. Hier zo. Nou ja, en als we de module openen, is het niet heel veel anders dan dat je gewend bent van onze modules. Aan de zijkant zie je hier wat snelfilters. In deze lijst zie je welke formulieren er op dit moment aanwezig zijn in de database. En we hebben hier natuurlijk nog de zoekerkant. Mocht je nou een hele lijst met formulieren hebben, dat je toch even het juiste formuliertje omhoog kan halen. Daar ga ik voor de rest niet zo heel veel extra informatie over geven, hoe je deze schermen zou kunnen wijzigen. Het voornaamste wat ik jullie vandaag wil vertellen is hoe je zo'n nieuw formulier kan gaan aanmaken en wat daar dan de mogelijkheden in zijn. Dus, deze module. Bovenaan, plusje, kunnen we een nieuw formulier gaan aanmaken. Ik klik erop en dan laat de informatie van het interactieformulier. Ik wil graag beginnen met het blokje, hier zo, formulierinformatie. Als we daarop gaan staan, hebben we een wijzige icoontje. En als ik daarop klik, kan ik mijn eerste informatie gaan invullen. Titel. Goed om hier een duidelijke titel te plaatsen. Je moet je voorstellen dat je misschien wel 3 formulieren aanmaakt voor het aanmaken van een nieuwe vacature, omdat je daar wat wijziging in wil maken. Dan moet het vanuit de titel al wel duidelijk zijn over welk formulier het gaat. Zodat op het moment dat de consultant een keuzelijst heeft, dat hij wel zeker weet welk formulier die moet pakken. Ik ga hier even als voorbeeldje
zeg even telefonische intake, open inschrijving bijvoorbeeld. Kan natuurlijk ook een verschil in zitten. Je kunt eventueel nog een extra omschrijving hier invoeren. Let wel, in de basis doet dat niet zoveel, maar stel je voor dat je een formulier zou gaan maken dat je ook publiceert op je website. Dan zal dit stukje tekst ook in dat formulier op de website getoond worden. Dus hier zeg ik gewoon eventjes omschrijving. Maakt niet zoveel uit. Omschrijving. Categorieën. Op het moment dat je categorieën openklikt, zal die waarschijnlijk bij jullie leeg zijn. Dat komt omdat je dit zelf kan bepalen in de instellingen. Ik kan het eventueel zo meteen nog even laten zien waar dit zit. Maar normaal gesproken, als je gewoon naar je klantinstellingen gaat en je filtert op trefwoord interacties, dan komt die al omhoog. En dan kan je dus categorieën instellen. En dat is met name met het idee, stel je voor dat jij heel veel formulieren gebruikt, je hebt er een stuk of 20 in je lijst staan. Dan kan het wel wat meer overzicht bieden als je zegt, hey, dit zijn de formulieren die ik voor mijn website wil gebruiken. Dit zijn de formulieren die ik voor intakes gebruik of iets dergelijks. Dus ik heb hier een aantal categorieën aangemaakt, maar dat is geheel vrije keuze of je er gebruik van wil maken en welke categorieën dan beschikbaar maakt. In dit geval selecteer ik even de intake. Nou, en dan komen we bij een heel belangrijk onderdeel van zo'n formulier. En dat is het bepalen van de actie van het formulier. Dus wat moet dit formulier gaan bewerkstelligen? Als we dit openklikken, denk ik dat het al een stukje duidelijker wordt. Want je ziet eigenlijk al duidelijk staan. Wil ik een kandidaat aanmaken? Wil ik een kandidaat bijwerken? Maar zo zijn er nog een heleboel meer. Wil ik een relatie bijvoorbeeld aanmaken? Nou, we hebben ook nog vacatures. Wil ik een vacature aanmaken? Andere interessante, e-mail versturen. Is er bijvoorbeeld eentje, mocht je een formulier op je website willen tonen? Denk bijvoorbeeld aan zo'n contactformuliertje. Dan kan je dus e-mail versturen kiezen. Je stelt je vragen samen en op het moment dat die dan is ingevuld, krijg jij een e-mail met daarin de gegevens. Wat ik voor nu even wil gaan laten zien is het kandidaat bijwerken. Maar kijk dus gerust even naar de mogelijkheden die er zijn. En weet ook dat ze net allemaal weer wat andere functionaliteiten hebben. Voor nu, kandidaat bijwerken. En als ik dan hier op opslaan klik, dan staat dit in de basis klaar. Bastiaan, zijn hier al vragen of vanuit jouw aanvulling? Nee, er zijn nog geen vragen. Ik heb net even zelf een chatberichtje gestuurd in de chat om te checken of de chat werkt. Maar volgens mij werkt de chat goed. Er zijn voor ons nog geen vragen. Dus we gaan er altijd al vanuit dat dat goed nieuws is. Dat alles voor ons nog duidelijk is. Heel mooi. Oké, gaan we verder met het volgende onderdeel. En dan wil ik eigenlijk even iets naar beneden toe. En dan gaan we hier naar het widget tabbladen. Waarom hebben we dit toegevoegd? Mocht je nou met zo'n vragenlijst aan de slag gaan, dan kan het best zijn dat je een aantal vragen wil stellen. En dat kan er ook voor zorgen dat je een hele lange lijst krijgt dat misschien niet meer zo overzichtelijk is dan waarvoor het eigenlijk bedoeld is. Dus dan kan het ook heel praktisch zijn om die vragen in tabbladen in te delen. Zodat je niet één lijst hebt van 20 vragen, maar dat je ze misschien in een aantal onderwerpen hebt opgedeeld. Voorbeeldje. Ik heb hier dus het witje tabbladen. Als erop gaat staan, verschijnt er een plusje, zodat ik een nieuw tabblad zou kunnen toevoegen. Ik zeg bijvoorbeeld, ik heb in eerste instantie even wat algemene gegevens. Gegevens. Ik klik op bewaren en dan zie je dat het eerste tabblad is toegevoegd. Nou, zo kan ik naar wens een aantal tabbladen toevoegen. Ik wil bijvoorbeeld iets over je achtergrond weten. Daar heb ik een aantal vragen over. Ik heb wat vragen over jouw profiel. Dus jouw wensen ten opzichte van vacatures. En als laatste misschien nog even een motivatie bewaren. Nou, ook hier geldt weer, welke tabbladen beschikbaar zijn, is dus aan jou. Wil je iets wijzigen? Wil je de volgorde ook wijzigen? Nu staat hij op algemeen achtergrondprofiel, maar kan ook gerust met deze pijltjes zorgen om de volgorde nog van de tabbladen aan te passen. Klik ik er eentje open, dan kan ik hem natuurlijk ook weer verwijderen. Zou ik hem toch niet willen? En op die manier kan je dus verschillende tabbladen instellen en straks gaan gebruiken. En dat is met name belangrijk. Dan komen we toch eigenlijk bij het onderdeel. Oh, oké. Okay. Nee, nog geen vragen. Ja. Komen we bij het onderdeel om de daadwerkelijke vragen toe te voegen. En daar zijn heel veel mogelijkheden in die we vandaag eventjes gaan doornemen. Ik zit hier bij het blokje velden. Op het moment dat ik in het balkje weer ga staan, komt er op een plusje om een nieuwe vraag toe te voegen. En dan zie je eigenlijk al bij het klikken dat er hier aan deze kant, aan de rechterkant van je scherm, wat gebeurt. Op het moment dat ik op een plusje klik, namelijk wordt er een vraag beschikbaar gemaakt. En heb ik hier daadwerkelijk de gelegenheid om die inrichting te gaan verzorgen. Ik ga simpel beginnen.
Ik wil bijvoorbeeld, we zijn met een telefonische intake bezig. Dus ik wil even dubbelchecken of ik zijn voornaam en achternaam bijvoorbeeld goed in de database heb staan. Ik geef even mee aan dit formulierveldje de naam, in dit geval voornaam. Ik kan eventueel een omschrijving hier toevoegen, is voor in dit geval lijkt me niet hoor. Naampje voornaam in je formulier staan, maar dan staat er bijvoorbeeld bij mij viel onder. De audio weer eventjes weg. Misschien kunnen mensen via de chat aangeven of het bij hun ook voorkomt, want anders loop je iedere keer te storen op het moment dat alleen maar ik er last van heb. Maar het viel net weer net eventjes weg. Vijf seconden of zo. Ja. Het veld omschrijving is dus bedoeld als aanvulling of eventueel een soort van uitleg wat je wil uitvragen. Dus in dit geval bij voornaam zou je kunnen zeggen, vul hier de naam van de kandidaat in. Nou goed, in dit geval lijkt me dat overbodig, maar er zijn natuurlijk momenten dat zo'n omschrijving wel functioneel kan zijn. Ik ga jullie dat uiteraard zo nog eventjes laten zien. Tabblad, nou in dit geval wil ik die bij algemene gegevens terugkomt. Ik wil hem verbinden met een databaseveld. Ik heb hier verschillende mogelijkheden in. Ik kan vrije vragen invullen, maar je kunt dus ook vragen koppelen aan een databaseveld in OTUS. En wat is het voordeel daarvan? Punt 1. Ik ga dit formulier straks bij een bestaande kandidaat oproepen. Ik wil eigenlijk puur en alleen controleren of zijn naam wel correct is. En doordat ik dit veld dus verbind met de database, zal hij op het moment van het oproepen van het formulier al kijken, weet ik een voornaam? Zo ja, dan vult u hem al voor me in. Zo niet, kan ik hem hier gaan invullen. En zal die dan ook rechtstreeks in de database bij die kandidaat gaan terugkomen. Dus je hebt echt een interactie met die database. Hij haalt de informatie op en hij zet het terug op het moment dat ik wijzigingen maak. Dus in dit geval wil ik hem inderdaad verbinden met de database aan het veldje voornaam. Vervolgens zie je dat hij dan al gelijk het type meegeeft. In dit geval is dit dus een tekstveldje. En daar kan ik ook geen wijzigingen meer op maken. Ik ga zo meteen nog een andere vraag toevoegen. En dan zal je zien dat ik daar wel keuzes in heb. Voor nu, we hebben dus een titel, voornaam. Ik heb hem toegevoegd aan het tabblad Algemene Gegevens. Ik heb hem verbonden aan de database. En ik wil dat de consultant dit sowieso checkt. En anders als die leger is nog invult. Het lijkt me niet logisch, maar je weet het niet. Dus ik stel hem ook even verplicht. Eventueel kan ik hier onderin ook nog wat extra controles toevoegen van ik wil wel dat alle woorden met een hoofdletter beginnen of iets dergelijks. Kijk gerust even zelf naar wat hier de opties in zijn. Ik klik op opslaan en dan zie je dat nu het eerste veld aan mijn formulier is toegevoegd. Je ziet hier ook nog even een samenvatting terugkomen van het veld, dus even de titel, aan welk tabblad die verbonden is, wat voor type veld het is en of die aan een databaseveldje gekoppeld is. Ga ik nog even een nieuwe vraag toevoegen. En stel, ik pak gewoon nu eventjes het e-mailadres bijvoorbeeld nog. Laten we die ook nog even toevoegen. Ik pak e-mail. Ik zeg weer dat ik hem wil toevoegen aan de algemene gegevens. En ik verbind hem dit keer aan het mailadres van de kandidaat. Dus ik heb hem weer verbonden aan de database. En nou zie je ook, omdat ik een databaseveld gekozen heb, dat hij ook bij de controles al automatisch zegt, het moet wel een e-mailadres zijn. Dus we hebben alle dingetjes voor jullie klaargezet. Maak hem nog even verplicht. Klik weer op opslaan. Ga ik nu even een heel andere type vraag toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld gewoon even een open vraag. Dus vraag 1. Ik voeg hier wat uitleg toe. Uitleg over vraag 1. In dit geval wil ik hem op tabblad achtergrond hebben. Ik ga hem niet verbinden aan de database, want ik heb nu niet echt informatie die ik in de database van OTUS kan plaatsen. Dit is gewoon even wat vragen die ik in het formulier wil terug laten komen en die ik op een later moment ook gewoon wel weer wil kunnen inzien. Maar het is niet per definitie verbonden aan een databaseveld. Op het moment dat ik dat dus niet aan een databaseveldje koppel, kan ik hier zelf het type kiezen. Dus wat voor, item is deze vraag? Is het bijvoorbeeld een datum? Of is het een checkbox? Of zo zijn er allerlei opties die je kan kiezen. En in dit geval, het is een open vraag waar wat meer input voor nodig is. Dus ik pak even een tekstruimte. Dus dat ik een wat groter blokje heb waar ik mijn vraag in kan beantwoorden. En ook deze wil ik wel verplicht maken. Misschien was het de opvallende luisteraar en kijker opgevallen dat er nog een extra veldje hier staat met toon in PDF. Welk ook steeds automatisch aangevinkt staat. Ook dit is straks een hele belangrijke. Het is namelijk mogelijk dat op het moment dat je zo'n formulier gaat invullen als consultant, dan wordt die opgeslagen in een dossier. En op het moment dat je dat dan weer zou openen, kun je hem als een PDF uitdraaien.
Dus dan heb je niet alleen het formulier eventjes in je autosysteem staan, maar zou je hem dus ook even als PDF kunnen uitdraaien en uitprinten om voor een volgend gesprek of misschien door te zetten naar een collega of misschien een aantal kandidaten naast elkaar kunnen zetten om ze te vergelijken. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat je zegt, nou weet je, alle vragen moeten ook gewoon in die PDF staan. Maar mocht er een vraag zijn die je niet in het PDF wil hebben, dan kan je hem dus uitschakelen, zodat die vraag daarin niet terugkomt. Maar standaard wordt dus alles ook gewoon in het PDF-documentje getoond. Ook deze ga ik even opslaan. Ga ik nog één vraag toevoegen, om nog even een andere variatie hierin te laten zien. Ik heb hier nog bijvoorbeeld vraag 2. En dan zeggen we hier eventjes uitleg 2. Ook deze wil ik op de algemene gegevens. In dit geval ga ik hem weer niet verbinden aan de database, maar wil ik niet dat het een open tekstveld is. Ik wil namelijk dat ze echt een keuze moeten maken. Nou, ik kies dan voor select optie. Oh, type select. Dan hebben we bijvoorbeeld multiselect en select. Nou ja, dat betekent eigenlijk, stel ik heb 3 antwoorden. Bij select kan ik maar 1 antwoord kiezen. Bij multiselect betekent dat ik ook in theorie alle 3 de opties zou kunnen selecteren. In dit geval kies ik select. Ik klik eventjes op bewaren. En dan zie je hier antwoorden en er zijn nog geen antwoorden beschikbaar. Dus ik moet nog, hè, om iets te kunnen selecteren, een antwoord toevoegen. Bij antwoorden klik ik even op plusje. En zeg ik bijvoorbeeld, oké, ik wil, dit is optie 1. Bewaren. En ik kies er nog eentje. Optie 2. En dan hebben we straks een mooie selectvraag in het formulier waar ik uit antwoorden kan kiezen. Zal ik jou ondertussen, want jij je hebt inmiddels 4 vragen laten zien. Ik heb er inmiddels 3. Zal ik jou ondertussen eventjes storen met wat vragen? Ja, laten we dat doen. Oké. De eerste is van Bianca. Je hebt nu een formulier aangemaakt met het type actiekandidaat bijwerken. Je ziet dat je er een hele hoop andere types voor hebt. Bianca's vraag is, zijn de acties standaard of ook zelf aan te maken? Nee, dat zijn echt de acties die Otus beschikbaar heeft gemaakt. Het zorgt er ook voor, kandidaat bijwerken, dan betekent dat hem ook op een specifiek plekje in Otus, dat je hem dan kan gaan oproepen. Zeg ik kandidaat aanmaken, dan komt hij dus ook alleen echt beschikbaar onder het plusje bij een kandidaat aanmaken. Dus Otus heeft daar locaties en functionaliteiten aan verbonden. En vandaar dat Otus ook die acties beschikbaar maakt. Oké, super. Dan vraag van Arjan. Bij het type vraag heb je de mogelijkheid tussen tekst, tekstruimte en je had ook nog eens een derde. Wat is het verschil tussen die 3 types? Dus in je scherm nu aan de rechterkant bij type. Ja, tekst. Tekst is eigenlijk dat je gewoon een veld maakt die een stukje tekst. Dus stel je voor, in het interactieformulier wil je dat de persoon informatie geeft over jullie bedrijf. Dan zou je dus het veld tekst kunnen gebruiken. En dus dan die informatie in de omschrijving invoeren. En dan zal er in het formulier dus eigenlijk geen vraag staan. Dan wordt er gewoon een stuk tekst klaargezet die iemand dus kan gebruiken. Dus het is geen vraag of een open ruimte. Het is puur een stuk tekst wat jullie meegeven en dat in het formulier terugkomt. Tekstruimte, dan betekent dus er wordt een vraag gesteld en vervolgens heb je echt een wat grotere ruimte waar je dus veel meer karakters in kwijt kan, veel meer woorden om in te zetten. En een tekstveld is juist eigenlijk hetzelfde, je stelt een vraag en er is een stukje ruimte beschikbaar, alleen is dat eigenlijk een regel, een tekstregel, een heel klein stukje waar je maar een beperkt aantal karakters in kwijt kan. Dan hebben we nog een laatste vraag en die is ook van Arjen. Met de vraag, is het mogelijk om deze velden een cv, om met deze velden een cv op te laten maken? Ik weet niet hoe jij die vraag leest. Die lees ik als, zij hebben waarschijnlijk dat zij vanuit Otus een geautomatiseerd een cv genereren. Alleen de inhoud daarvan moet natuurlijk wel juist zijn. Want anders haal je dingen die niet juist zijn uit de Otus database. En dan maak je daar een prachtig document van. Maar ja, als de bron niet juist is, dan gaat het gegenereerde document ook niet heel erg mooi worden. Zou je zoiets kunnen gebruiken om een cv op te maken? Zo lees ik de vraag van Arjan.
Oké, misschien kan jij hem beantwoorden. Ik snap hem nog niet helemaal. Ik snap hem denk ik wel. Ik denk dus als Arjan, als jullie een cv maken, dan zorg je ervoor dat, dat er bepaalde velden in zitten. Bijvoorbeeld weet ik het, een omschrijving over de kandidaat, iets over de beschikbaarheid van de kandidaat, et cetera. En je wil dat al die velden netjes ingevuld zijn. In de basis kan je daar mijns inziens de interactiesmodule prima voor gebruiken. Moet je dus een formulier maken wat, zeg maar, wat ervoor zorgt dat al die cv-velden netjes gevuld worden. Of ieder individueel veldje wat jullie op je cv hebben staan, ook zeg maar in de interacties module beschikbaar is, dat weet ik niet. Maar in de basis kan je dat daar inderdaad prima voor gebruiken. Dus dat betekent voordat je het commerciële cv genereert, dat je een interactieformulier triggert. Dat je checkt of alle velden die uiteindelijk in het cv komen netjes ingevuld zijn en ze eventueel corrigeert. En dat je daarna het cv genereert. Dus dat. Oké. Zijn er in de tussentijd weer nieuwe vragen ook naar binnen gekomen? Of, Ja, eens even zien. In ieder geval een vraag van Chris nog. Wat is het verschil bij acties tussen vacature aanmaken en vacature bijwerken? Ja, ik ga jullie dat zo meteen ook nog even in de database laten zien, de verschillende opties. Maar je moet het zo zien dat als het bij kandidaat aanmaken betekent echt dat je een nieuwe kandidaat in de database gaat plaatsen. En dan doe je dat niet door op het plusje te klikken en maar gewoon een nieuw kandidatendetail te openen, alles handmatig uit te zoeken waar je iets moet invullen. Maar dan zeg je, hey, ik wil echt een specifieke nieuwe kandidaat aanmaken via een formulier. Dan krijg je dus eerst de vraag en dan pas wordt er een nieuwe kandidaat in de database aangemaakt. Kandidaat bijwerk betekent eigenlijk, de kandidaat bestaat al. Er zijn al gegevens in de database vastgelegd. En ik wil nu voor deze kandidaat zijn gegevens gaan bijwerken. En dat betekent dus ook dat daar ben ik nu mee bezig. Dat ik straks waarschijnlijk al, als ik het formulier ga gebruiken, zijn voor- en e-mailadres ingevuld zie staan in het formulier. Dus daar zit het verschil in. Maar dat gaan we zo nog even laten zien ook. Oké, super, top. That's it voor nu. Als laatste wat ik nog even wil toevoegen over de velden hier. Ik wil er nog eentje voor doen. Als ik bij velden ga toevoegen. Wat bijvoorbeeld ook een hele handige kan zijn, is om je matchcriteria uit te vragen. En dat kan dan meteen zo richting de kandidaat, maar dat kan dus ook richting consultants. We willen natuurlijk dat die database zo goed mogelijk erin staat. En daarvoor zijn de matchcriteria bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. Dat die bij de kandidaat goed staan ingevuld. Dus ook die zou je in dit formulier naar boven kunnen laten komen. Bijvoorbeeld, je vraagt nog een keer gewenst aantal uren aan de kandidaat. Uren. Ik zet die even onder het profiel. En dan kan ik hem dus ook verbinden met de matchcriteria in mijn database. Gewenst aantal uren. Ik stel deze verplicht en dan vul ik die dus ook nog even in. Dus als we dan straks het formulier gaan gebruiken, zal je zien dat we bijvoorbeeld ook de matchcriteria nog eens een keer kunnen uitvragen. Goed. Voor nu zeg ik even dat dit formulier klaar is. Mocht ik hem toch niet willen gebruiken, kan ik hem altijd hier nog verwijderen. Heb ik een formulier gemaakt die ik eigenlijk zo goed als hetzelfde nog een keer wil gebruiken, maar misschien met wat kleine aanpassingen? Dan kan ik er ook voor kiezen om hem even te dupliceren. Dan krijg ik een kopietje, een nieuw formulier erbij en kan ik die dus wijzigen. En dan heb ik op een wat snellere manier meerdere formulieren aangemaakt die net even net van elkaar iets moeten afwijken, bijvoorbeeld. Dan hoef je niet elke keer weer opnieuw te beginnen. En eventueel, mocht het nou een keer. Dat je dit formulier wel wil gebruiken, maar je hebt geen computer bij de hand, dan zou je dus ook voor kunnen kiezen om dit formulier te printen, zodat je hem in ieder geval wel mee kan nemen naar je gesprek of iets dergelijks, zodat je hem even daar kan invullen en altijd achteraf in de database nog kan invoeren. Maar dan heb je in ieder geval wel altijd een setje bij de hand. Bastiaan, hier nog aanvullingen of vragen over? Nee, volgens nog niet. Of denk Dan niet. Laten we vooral kijken hoe we zo'n formulier in actie hebben. Ik sluit even dit formulier af. En de module. Het is een formulier die ik dus gekoppeld heb aan kandidaat bijwerken. Dus het is erg belangrijk dat ik wel echt naar een kandidaat toe ga. Ja, de audio Nou, we viel hebben. wel weg voor 1 of 2 seconden, Janine, maar volgens mij zei je in die 1 of 2 seconden Niet veel. heel Nee, veel. ik zei, Maar nou, we hebben zo'n formulier en in dit geval was het een kandidaat bijwerkformulier, want we hebben het over een telefonische intake. Dus ik ga nu naar de kandidaat toe. Ik open hier een kandidaat. En omdat het dus iets te maken heeft met het bijwerken van de kandidaat, ga ik naar het dossier van de kandidaat toe.
En in plaats van dat ik bijvoorbeeld een e-mailtje ga versturen of een notitie ga aanmaken, heb ik ook de optie een interactiesformulier. Dus in het dossier van de kandidaat, onder het knopje nieuw, heb ik de optie interactiesformulier. En dan zul je hier dus de formulieren die beschikbaar zijn voor het bijwerken van deze kandidaat. Vandaar ook dat die titel dus belangrijk is. Ik had ook twee keer inteken kunnen noemen. Maar dan had ik dus nu niet kunnen zien welke ik wilde hebben. Dus wel heel erg van belangrijk om een duidelijke titel en omschrijving mee te geven. Zodat in dit soort lijstjes het voor de consultant duidelijk is welk formulier hij wil gaan gebruiken. Ik kies voor de telefonische intake. En 1, wat valt op? Ik heb hier bijvoorbeeld maar 3 vragen staan. Maar je ziet dat ik hier bijvoorbeeld een aantal tabbladen heb staan. Dus dat betekent dat ik meerdere vragen beschikbaar heb gemaakt. Die ik verdeeld heb over de verschillende tabbladen. Nou, laten we beginnen met invullen. Als we kijken naar algemeen. Ik heb de vragen bijvoorbeeld voornaam, achternaam en mobiel. En je ziet eigenlijk al, zonder dat ik wat heb gedaan, dat de gegevens zijn ingevuld. Dat komt dus omdat de kandidaat al bestaat. Ik ben een kandidaat aan het bijwerken. Nou, in dit geval zijn de gegevens voornaam, achternaam en mobiel ingevuld. Dus dat hoef ik niet opnieuw te doen. Het enige wat ik nu wel tijdens mijn telefonische intake zou kunnen doen, is even dubbelchecken, zijn dit de juiste gegevens? En voornaam, achternaam, nou ja, Allah, dat zal wel waarschijnlijk wel kloppen. Maar je zou bijvoorbeeld er ook voor kunnen kiezen om nog even adresgegevens, e-mailadres en dat soort gegevens te controleren. Zodat je zeker weet dat je de juiste gegevens in de database hebt staan. Gaan we naar de volgende tab, achtergrond. Hier heb ik 2 vragen toegevoegd. Je ziet hier ook, hè, ik heb hier nu die titel van de vraag staan, maar ook het stukje uitleg. Dus dat zou dan voor de consultant kunnen zijn. Je stelt de vraag, maar je ziet eronder ook nog eventueel wat de verduidelijking kan zijn. Ik geef hier bijvoorbeeld even antwoord 1. En we hebben nog een andere over de select. Dat is een tweede vraag en je ziet hier dan de opties. Nou ja, opties 1, 2 tot en met 3. En ik zeg, nou, optie 1. En dan kan ik op die manier selecteren. Dus dan hoef ik niet als consultant ook dus helemaal iets te gaan typen. Heb ik gewoon mijn keuzeantwoorden. Maakt het wel zo makkelijk. Gaan we nog even naar profiel toe. Hier heb ik bijvoorbeeld matchcriteria. Gewenst dienstverband. In dit geval wil deze persoon graag in vaste dienst. En het gewenst aantal uren is bijvoorbeeld 3236. Dit zijn dus bijvoorbeeld de vragen die ik gekoppeld heb met matchcriteria. Zou de kandidaat al ingevulde matchcriteria hebben? Zouden die ook al hier staan? In dit geval had deze kandidaat nog geen matchcriteria. Dus zag ik hier niks staan. En ben ik helemaal vrij om dat in te voeren. En als laatste kan ik bijvoorbeeld bij motivatie ook nog wat tekst neerzetten. En als ik dan op opslaan en afsluiten klik. Dan is het formulier ingevuld. En zie je dus in het dossier van deze kandidaat ook het itempje gelijk toegevoegd. Dus op het moment dat je vanuit hier een interactieformulier hebt opgeroepen, je hebt hem ingevuld, dan zal die ook als dossier-item terug te zien zijn. Hoef je voor de rest helemaal niks meer aan te doen. Klik ik hem dan open, dan kom ik gewoon weer in het formulier terecht. Dus om wat voor reden dan ook, je moet hem even afsluiten. Je kunt in alle tijden dat formulier weer openen en dan kan ik nog steeds ook de vragen inzien, wijzigen. Of anders nog invullen, bijvullen met informatie. En dan is nog het meest handige, en dan komen we bij het stukje ook over het PDF-vinkje, is op het moment dat ik hem weer geopend heb, dan heb ik hier de optie, in de rechter benedenhoek zeg maar, print naar PDF. En als ik daar dan op klik, dan wordt er een PDF-documentje gegenereerd. Dus ik ga even naar mijn downloadbalk. Pak mijn PDF en tada. Dan hebben we hier dus het overzicht van alle vragen. Met zowel de titels van de velden als hier de antwoorden. En mocht je dus hebben gezegd bij een veld, het vinkje PDF uit. Dan zou die dus op dit formulier niet meer terugkomen. Bastiaan, zijn er over dit stukje vragen? Ja, al is het wel een soort van algemene vraag. Niet heel specifiek over wat je net hebt laten zien. De vraag van Lisbeth is, kan je de interactiemodule ook gebruiken voor algemene dingen? Bijvoorbeeld dat klanten zich aanmelden voor een bijeenkomst. Uiteraard. Je kan een formulier op verschillende manieren inzetten. Ik weet natuurlijk niet precies hoe jullie dat zouden willen doen. Maar je kan bijvoorbeeld een formulier dan beschikbaar maken op je website. En dat je aan relatie vraagt, goh, als je aanwezig wil zijn, registreer je even voor het event op de website. En dan gaan ze naar de website toe, vullen de vraag in en word jij per mail op de hoogte gesteld van de aanmelding bijvoorbeeld. Ja, en het is dus een beetje afhankelijk van de actie die je eraan koppelt. Ja. Op het moment dat je denkt van, hey, dit formulier moet er echt voor zorgen dat er een nieuwe relatie in mijn database komt. Dan kan je dus een formulier maken wat een nieuwe relatie aanmaakt in je database. Maar inderdaad, in deze is het logischer dat hij een mailtje verstuurt met de aanmelding.
Maar er zijn inderdaad verschillende opties in. Oké, Cool. andere Dat was de enige vragen? vraag voor nu in de tussentijd. Oké. Goed, gaan we even naar. Oh, wat? Janine, volgens mij val je weer eventjes weg. Je viel er even weg. Oh, nou, fantastisch. We gaan even dit. Kijken wat we met Janine's headset kunnen doen voor het volgende webinar. Ja, wat ik nog wilde laten zien. Ik zie trouwens even niet waar mijn matchcriteria. Dat wilde ik nog even laten zien. Ik had natuurlijk net matchcriteria bijvoorbeeld bij de kandidaat ingevoerd die ze eerst niet had. En als we dan ook even nu naar de kandidaat teruggaan, dan zie je ook dat die zijn ingevuld. Dus op het moment dat je in dat formulier een connectie maakt met de database, gebeurt er gewoon echt op het moment dat je het formulier daar aanpassingen in maakt, zie je dat ook gewoon direct bij de kandidaat terug. Dus ik wil dat nog eventjes benadrukt hebben. Oké. Dit was dus kandidaat bijwerken. Voor alle bijwerkopties geldt dus dat je naar de kandidaat of naar de vacature of naar de relatie gaat. En dat je dan via het dossier zegt formulier oproepen en dan kan je hem gaan bijwerken. We hadden net ook een vraag, ja, wat doet aanmaken dan? Nou, laten we daarvoor bijvoorbeeld even naar de vacature module gaan. Dan gaan we eens eventjes een nieuwe vacature aanmaken via een formulier. Wat gebeurt er dan? Ik zit in mijn vacaturesmodule. Ik heb hier het plusje. Normaliter zou ik gewoon alleen maar plusje lege vacature als optie hebben. Maar doordat ik nu een formulier heb aangemaakt met de actie vacature aanmaken, heb ik hier ook de optie via formulier staan. En in dit geval vacature intakeformulier. Klik ik daarop. Gebeurt min of meer hetzelfde. Alleen dit keer heb ik wat andere vragen staan. En kan ik dus eerst deze vragen gaan invoeren om de nieuwe vacature aan te maken. Dus bijvoorbeeld titel pakken we even. Webinar. Wat is het vandaag? De 18e. Locatie. Pak even Veenendaal. Korte omschrijving. Deze is even heel kort. Oh, kort. Nou, ik doe hier even X, Y, Z. Daar staat ineens een vraag op. En als we dan op opslaan en afsluiten klikken, wordt dus op dit moment gelijk een nieuwe vacature aangemaakt. Dus je ziet dan ook, de vacature is aangemaakt. Hij heeft gelijk de titel, omdat ik dat heb gevraagd, ingevoerd. Hij heeft gelijk de locatie ingevoerd, omdat ik dat had uitgevraagd en heb ingevuld. Andere elementen, ik had bijvoorbeeld een korte omschrijving als vraag. Nou, die is ook gelijk ingevuld. De functie-eisen zijn bijvoorbeeld gelijk ingevuld. Dus ook hierin geldt, in plaats van als iemand een nieuwe vacature aan moet maken en overal even een keer op wijzigen moet klikken, informatie moet invoeren, de matchcriteria niet moet vergeten, zou je er dus voor kunnen kiezen om een formulier te gebruiken. Dan weet gewoon iedereen, wat moet ik minimaal invullen? En zorg dus ook voor dat iedereen op een uniforme wijze een nieuwe vacature aanmaakt. Ja, ik had ondertussen een vraag van Arjan, maar ik had hem al even aangegeven dat het voor mij niet helemaal duidelijk is. De vraag van Arjan is, waarom zou je dit via een formulier willen? Alleen handig voor klanten toch? Ik ga er dan stiekem vanuit dat hij ermee bedoelt invoeren van een nieuwe vacature. Maar daarvan gaf jij net al op het einde aan van, joh, weet je, dat zorgt ervoor dat iedereen gewoon bij een vacature-intake de gegevens op een uniforme manier invult. Simpel voorbeeldje, op het moment dat jij wil dat bij iedere vacature-intake gevraagd wordt of de vacature ook uitgezet is bij andere partijen en zo ja, welke partijen. Nou ja, dat zijn typisch dingen die soms er vergeten worden als mensen een vacature-intake doen. En die kan je op die manier dus in een vacature-intake-formulier zetten. Wat we ook merken is op het moment bijvoorbeeld dat je een organisatie hebt met senior consultants en junior consultants. De senior consultants die een vacature intake doen, die vragen hele slimme gevatte vragen om echt heel goed naar voren te krijgen waar de opdrachtgever naar op zoek is. De junior consultants, als de opdrachtgever zegt van, oh ja, maar ik heb een functieprofiel, zal ik die naar je sturen, daar staan alle gegevens in. Dan zal de junior consultant ongetwijfeld zeggen, oh hey, hartstikke mooi, dan heb ik geen enkele vraag meer. En met zo'n vacature intake formulier kan je juist de senior consultants hele slimme gevatte vragen laten opstellen om echt zeg maar goed te achterhalen naar wat voor een persoon is de opdrachtgever nu op zoek. En vervolgens kan je kan iemand gewoon zeg maar dat formulier doornemen en die hele slimme gevatte vragen stellen aan de opdrachtgever en dat gestructureerd vastleggen. Ja, ik denk dat in lijn wat je zegt, het heeft ook vaak met inwerkprocessen te maken. Dus stel, er komt gewoon helemaal iemand nieuw binnen. Dan is het gewoon heel makkelijk dat hij op basis van allerlei formulieren gewoon zijn werkzaamheden kan gaan verrichten. Ja. Dat maakt het zeker makkelijker.
Oké. We hadden hier de optie van, we hebben dus gezien iets van bijwerken, we hebben gezien van aanmerken. En wat ik nu ook wil laten zien is even een formuliertje op de website bijvoorbeeld. Ook dat kan je dan vrij makkelijk toevoegen. Even van belang dat je dus wel een formulier hebt die voor de website geschikt is. In mijn geval had ik al een formuliertje aangemaakt waarbij ik heb gezegd dat de actie e-mail verzenden is. Dus als iemand het formulier op de website invult, krijg ik daar een mailtje van. Als we dan eventjes naar de website gaan, even kijken, CMS, ik zie hem daar. Dan is het een kwestie van eigenlijk een nieuwe pagina aanmaken. Ik ga voor de rest geen hele webinar geven over hoe je met CMS omgaat. Dat hebben we vorige maand gedaan. Maar je kan hem hier een titel meegeven, bijvoorbeeld inschrijving, event. Volgens module dus aangeven dat je gebruik wil maken van een interactieformulier. Dus ik ga hier naar de module interacties. Klik eventjes op bewaren. Dan is het ook belangrijk dat je aangeeft welk interactieformulier deze pagina moet gaan gebruiken. Dus via het knopje meer kan ik hem openklappen en zie je hier dus ook nog even het knopje echt een keuze kan maken in welke formulier ik wil gaan gebruiken. In dit geval formulier voor de website. Klik even op bewaren. En nadat ik hem dus eigenlijk heb toegevoegd en op bewaren, kan ik nog wat extra gegevens in. Ik kan eventueel nog een aangepaste titel gebruiken, een aangepaste beschrijving meegeven. Dus mocht je dat toch nog op de website anders willen presenteren. En wat voornamelijk even belangrijk is, omdat ik voor de actie e-mail verzenden heb gekozen, waar dat e-mailtje heen moet gaan. Hè, dus als we kijken eventjes naar gebruiker, of we moeten naar het spreekwoord voor gebruiker, dan zie ik gewoon alle medewerkers van mijn organisatie. Die verbonden zijn in ieder geval aan deze demo-client. En kan ik voor kiezen, nou, hè, als iemand het formulier heeft ingevuld, dan wil ik dat Janine Nieboer daarvan op de hoogte wordt gesteld. Maar publiceer je dan de pagina, komt hij dus op een plekje op je website terecht. Of dat nou in je hoofdmenuutje is of ergens op een specifieke pagina in een hoekje. Dat kan je natuurlijk zelf nog het een en ander aan instellen. Maar in ieder geval de website er nog even bij pakken. Die event had ik, die dus event demo is het volgens mij. Ik ben hier op mijn website. En ik had een formulier, ik heb hem hier aanstaan, een formulier op de website gepubliceerd. Ik klik hem aan. En dan zal je zien dat ik nu hier een formuliertje heb staan. Nou, dit is een test voor de website met de vragen die ik wil stellen. En ook hier zie je, ik kan een tekstveldje gebruiken. Dus dit is een korte regel, dus minder karakters. Hier heb ik een select gekozen, dat ik echt een optie moet kiezen. Ik heb hier een tekstruimte, dus dat betekent dat er inderdaad gewoon veel meer tekst in kwijt kan. En je ziet bijvoorbeeld ook verschillen in vragen dat ik hier een sterretje achter het eentje heb staan en bij drie niet. Nou, je zal ook zien, ik heb één nu niet ingevuld. Twee wel gedaan en drie zet ik ook even. Zou ik hem nou willen versturen? Dan zeg ik even. Dus ook op de website geeft hij dan gelijk aan, hey, dit is een verplicht veld. Dat moet je eerst invullen en dan pas kan je het formulier dat zo heb ingesteld, een mailtje met daarin de gegevens die hier zijn ingevuld. Dus dat is ook een van de mogelijkheden. Cool. Zijn hier Geen vragen vragen over. over? Dan wil ik jullie ook nog een stukje workflow laten zien. Ik ga niet helemaal uitleggen hoe je dit in de workflow moet inrichten. Het is ook het advies om dat eventjes met een consultant bij Otis op te pakken. Maar ik wil jullie wel laten zien dat daar mogelijkheden in zijn. Ik ga even terug naar de kandidatenmodule. Want dit keer wil ik niet iets uitvragen eigenlijk aan de consultant. Dus dat die het formulier invult. Ik wil ook niet dat een kandidaat een mailtje krijgt om zijn gegevens te controleren slash aan te vullen. Nou, wat ga ik doen? Ik maak wel eventjes een nieuwe kandidaat aan. Dan hoop ik eventjes dat. Nou, dit is Janine Nieboer.
En we pakken even het e-mailadres. Waar staan je? Oh. Ik heb in ieder geval een e-mailadres. In de workflow heb ik ingericht staan dat ik er bij badgeacties een optie heb staan. En dus eigenlijk dat deze kandidaat zijn gegevens gaat controleren. Dus ik ga die actie triggeren. Ik selecteer de kandidaat, Janine in dit geval. Ik sleep hem even naar die badgeactie, controlegegevens kandidaat. Je ziet ook dat ik nu een bevestiging krijg dat er een workflow in werking is getreden. En dat er ook een taak is aangemaakt. Als we ook even kijken naar het dossier van deze kandidaat. Dan zie je ook dat er een taak is aangemaakt. Er is een controlegegevenskandidaat uitgestuurd. En als we dan ook nog eventjes naar de mailbox van de kandidaat gaan. Dan heb ik die nog niet binnen. Heb ik wel het juiste e-mailadres gebruikt? Ja. Volgens mij niet. Dit hebben we echt nog even een kwartier van tevoren ingericht. En we hebben hem net werkend uitgeprobeerd. Wellicht heeft het ermee te maken dat hij nu echt net is aangemaakt, die kandidaat. Dat weet ik niet. Ah, oké. Okay. Ja, dan kan jouw mailbox natuurlijk niet bijpakken wat we voor die andere kandidaat hadden. Nee. Maar goed, in ieder geval is het idee. In het systeem kan je ook zien van dat die mail verzonden is naar de kandidaat. En de kandidaat krijgt dan een mailtje met een link om het formulier te gaan invullen. Dus het formulier wat ik daaraan gekoppeld heb. Dus zal op die manier zou je doorsturen. Dat kan je het even laten zien, want dit is natuurlijk wel een hele gave functionaliteit, dat je op een hele gemakkelijke manier kan uitvragen. Ik heb het mailtje doorgestuurd. En ik weet nu niet waarom. Ah, ik zie wel een drietje. Ja. Oh. Dus de kandidaat, in dit geval hadden we het al bij een andere kandidaat geprobeerd. Ik zal je opnieuw openen. Je ziet bijvoorbeeld, afhankelijk natuurlijk van de inrichting, jouw gegevens in onze database. Je kan ook van tevoren bepalen wat voor stukje tekst daarbij moet komen. Nou, in dit geval, hè, we zouden graag jouw gegevens in onze database compleet hebben. Zou je dit kunnen doen via de volgende link? En eigenlijk zit dan onder deze specifieke link het formulier voor deze specifieke kandidaat. En dat is een hele belangrijke, want ik ga nu naar die link toe. En dan zal je zien dat hij en weer een formulier toont op de website. Kandidaat heb gedaan, gelijk de naam, achternaam en het e-mailadres bijvoorbeeld al zijn ingevuld, omdat dat simpelweg al in mijn database stond. Dus op het moment dat je het via die workflow doet, is het niet een hoe zeg je dat, open vorm, echt een interactie ook weer met de database plaatsvindt. Dus zou de kandidaat nu hier zijn gegevens aanpassen, dan is dat ook gewoon aangepast in jouw database. Dus op die manier is hij al in de database klaar. En twee, zou hij dus gegevens verder kunnen aanvullen. Over Arjan. Arjan vraagt. Wij hebben geen idee dat ze wel zelf denken anders nog instellen. Die link, dat is echt zeg maar altijd van klik hier of iets dergelijks. Mocht je dat willen, Arjan, dan is dat natuurlijk technisch mogelijk te maken, maar dan moeten we daar een beetje voor programmeren. Dus mocht dat een belangrijk dingetje voor je zijn, of semi-belangrijk dingetje, kunnen we even kijken hoeveel werk dat is om dat mogelijk te maken. Het zal niet heel erg complex zijn, verwacht ik. Waar kan je dit voor toepassen, Janine, dat je zeg maar mailtjes op deze manier mailtjes stuurt naar kandidaten? Om gegevens te laten controleren door de kandidaat. Maar je kan het bijvoorbeeld ook voor referentiechecks gebruiken. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Je kan het gebruiken om, hoe zeg je dat? Dat de relatie, nee, hoe zeg ik dat? Ik weet eigenlijk even niet wat je daar... Waar ik bijvoorbeeld, waar ik weet dat sommige klanten hem voor gebruiken, wat ik wel heel slim vind, is dat voordat ze een intake hebben met een kandidaat, dan willen ze gewoon bepaalde basisgegevens van die kandidaat weten die ze zeg maar niet tijdens de sollicitatie vragen. Want je wil natuurlijk niet een sollicitatieformulier met 100.000 vragen. Ze maken hun sollicitatieformulier heel erg laagdrempelig. Vervolgens op basis van het cv denken ze van, hé, dit vind ik een interessante kandidaat om intake uit te nodigen. Maar voordat het intake plaatsvindt, sturen we
even zo'n linkie naar de kandidaat, dat hij de extra vragen voor het intake invult. Dus dat vind ik zelf ook maar een hele het is toch zo, zeg maar, we hebben hem ingericht nu specifiek deze actie voor een kandidaat, maar je zou hem toch ook op andere plekken nog naar voren kunnen klopt. Laten komen? Ja, dat klopt. Ja. Oké. Goed. Dat was eigenlijk in de basis wat ik wilde vertellen over de interactieformulieren. Bastiaan, ik weet niet of jij daar nog aanvullend iets aan wil toevoegen. Nee, ik denk dat voornamelijk duidelijk is om te benadrukken wat is nou zeg maar het nut van deze functionaliteit. Het nut van deze functionaliteit is dus dat je je database verrijkt en dat gewoon zeg maar dat je beter en meer gegevens van je kandidaten, van je relaties, van je vacatures hebt. En dat kan je zowel bereiken door dat zeg maar intern ding te maken, doordat je aan gebruikers vraagt om een formulier in te vullen op het moment dat ze een vacature intake doen bijvoorbeeld, of als een referentiecheck doen, of om dat juist extern te betrekken, dat je die vragen niet zelf gaat invullen, maar dat je ze bijvoorbeeld door de kandidaten laat invullen. En dat je daardoor gewoon een betere data, beter gevulde database hebt, waar je meer mee kan. Ja. Oké. Okay. Dus dat. En zijn er nog een paar laatste vragen binnengekomen? Of, er zijn geen laatste vragen binnengekomen. Oké, nou dan hopen we dat allemaal duidelijk is. Goed om te weten nog even, als je naar otis.nl/go-handleidingen gaat, is als goed is algemeen bekend. Maar daarin staan alle handleidingen van Otis Go, waaronder ook dus voor de interactiesmodule. Dus ga ook vooral even naar die site, mocht je nog wat meer informatie willen hebben. Of ik heb hier die sheet nog wel even kunnen vinden, dus ik laat die ook even nog zien. Zo. We hebben natuurlijk ook nog een Walk-in Friday. Die zal aankomende vrijdag 2 augustus weer gaan plaatsvinden. Dus ook dan mag je uiteraard met vragen komen over de interacties module. En we hebben nog een Go Webinar CMS deel 2 op de planning staan. We merkten dat vorige maand het CMS toch iets meer tijd in beslag nam dan dat we van tevoren hadden bedacht. Dus ik denk dat het heel goed is om daar gewoon veel meer en uitgebreider op in te kunnen gaan in een deel 2. En die zal plaatsvinden op dinsdag 20 augustus. En verder, deze webinar is terug te vinden op ons YouTube kanaal. Dus mocht het allemaal iets te snel zijn gegaan, of wil je toch gewoon nog even een keer terugkijken omdat je ermee aan de slag gaat, dan ga ook vooral even naar ons YouTube kanaal om hem terug te kijken. Of natuurlijk een van onze andere video's te benaderen. Dat was hem, denk ik. Hartstikke mooi. Janine, goed werk. Volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd nog, webinar@otis.nl kan je vragen heen sturen nog vandaag of morgen over deze module. En dan zorgen wij dat die nog even beantwoord worden. En anders ga vooral eventjes naar de handleiding toe of kom een keer langs bij ons op de Walking Forum. En hopelijk tot de volgende webinar. Ja. Super. Dankjewel Bastiaan. En dankjewel luisteraars. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Goedjes, hoi.